Vandaag gaan we een bezoekje brengen aan een van de allerleukste mensen ter wereld. Welkom bij Victor Vlogdouw. Ja, en een van de allerleukste mensen ter wereld is natuurlijk Annie. Dus ik heb Annie een berichtje gestuurd met de vraag of ik iets voor haar kan betekenen. En ze heeft er eigenlijk op geantwoord van ja, Vic, tuurlijk, je mag voor mij boodschappen gaan doen. Voilà, ik heb alles wat ze gevraagd heeft gekocht. Maar ik ga nog één verrassing in het mandje steken. Annie weet het allemaal. Het is een kleine snoeper. Plopperde, plopperde, plop. Voilà, ik ben met mijn boodschappen bij Annie gearriveerd. Dus we gaan ze nu in alle veiligheid uiteraard voor haar deur zetten. Kijk een keer hier, ze. Hoe is het, Annietje? Hoe ben je mee, hoor? Ik ben content van u te zien, ze. Is het waar? Ja. Ik heb denk ik alles bij wat je gevraagd hebt. Hoe denk ik? Ja? Heel goed, ja. Ze missen nu op de boot, hè? Ja, hij ook zo. Nee, ja. Mooi, hoor. Hou dat hier wat vol thuis. Is het hier? Weet dat er hangt van alles te doen aan. Het kan mij niet. Nee? Kijk dan naar Gert Late Night. Ja, zo. Oh, en er, denk ook. De vlog? De ja. Vlog, ja. Oh ja, dat is voor de vlog deze. Ik heb ook een verrassing voor James. Is het waar? Hier, ja. Wat zit daarin? Varkenswangetjes dan. Ja, en een flesje rode wijn erbij, dat ja. Past erbij. Maar ja, niemand kan dat zo goed klaarmaken als jij. Goed, Annietje, ik hoop dat je blij bent met de boodschappen. En het is top dat we toch snel een keer een pintje kunnen gaan pakken. Tuurlijk, zo. Voilà, hè. Hopelijk tot snel en heel veel kusjes. En een knuffel. Een dikke knuffel. Voilà, ik ben terug thuis. Ik ben heel blij dat ik Annietje even heb kunnen zien. Ik hoop jullie ook. En ik ga die varkenswangetjes goed invriezen, zodat Gert en James die volgende week kunnen opeten. Ik zie jullie morgen terug. Bye bye!